Hallo lieve mensen, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. Het wordt een beetje een aparte video, het wordt ook een lastig project, of het gaat lukken weet ik niet, maar we gaan het wel proberen. We gaan vandaag namelijk niet met de Arthur Lasermaster 3 aan het werk, we gaan met de Arthur Lasermaster 2. De oude machine die ik heb, de 15 watt versie, dat is dus geen uitgangsspanning, hè. Die draait dus tussen 3,5 en 4,5 watt. En waarom ga ik die machine gebruiken? Ik ga namelijk iets heel bijzonders doen. Ik ga een mat. Ik heb in Oostenrijk, toen ik in Oostenrijk was, een badmat van bamboe met bamboe latjes. 47 latjes, 1,5 centimeter hoog. En ik heb het idee opgevat om daarop een songtekst te gaan lezen. Daarvoor echter, die mat is groter dan het werkbed van mijn Arthur Lasermaster 3, ook groter dan die van de Arthur Lasermaster 2. Maar de Arthur Lasermaster 3 zit feitelijk nagenoeg vastgemonteerd op zijn werkbed en alles eromheen, zeg maar. De Arthur Lasermaster 2 niet, die staat los. En ik ga die dan ook gebruiken om dat te doen. En daarbij is de grote kunst, ik kan slechts regel voor regel doen, want helemaal 100% zijn die afmetingen tussen die latjes ook niet, zeg maar. Dus ik moet regel voor regel gaan doen. En dan moet je dus gaan zorgen dat je met name de uitleiding van links naar rechts ook permanent helemaal goed hebt. Want anders krijg je een beetje een rare tekst die een beetje gaat golven en gaat zweven op die mat. Het lied wat ik erop ga graveren, dat draag ik op aan een hele lieve jongen die ik ken en die in behoorlijke problemen zit. Ik draag hem op aan Jonathan. Jonathan, hij is voor jou in feite. Zeker het lied is voor jou. Ik ga daarop lezen het lied Imagine van John Lennon. En dat gaat erover dat als er heel veel dingen niet zouden zijn, zouden er ook veel minder problemen zijn. En niets is minder waar. En zeker ook als het jou aangaat. Deze dus draag ik aan jou op. Goed, wat gaan we doen? Ik zal eerst moeten uitvinden, want ik heb nog nooit bamboe gelezen. Van hoe zit het nu met welke instellingen moet ik gaan gebruiken? En dat ga ik doen door zeg maar mijn logo in de linkse onderste hoek. Ik heb altijd een heel klein logootje, dat gebruik ik niet altijd hoor. Maar dat ga ik eerst lezen, want dan weet ik tenminste welke instellingen ik moet gebruiken om hier een goed resultaat op te krijgen. En dat moet ik natuurlijk gaan doen met die oude machine. Dus dat moet ik gaan opzetten. Het gaat simpelweg. Je zult dat heel raar gaan vinden. Maar de enige manier om het goed te doen, denk ik, is op de grond. Simpelweg. Want daar heb ik de meeste ruimte. Want die mat die is een ruime meter lang. En lastig dus. Ik moet ook oppassen. Want op het moment dat ik zeg maar bij die latjes helemaal naar beneden kom, zullen niet alle pootjes meer op de mat staan. Dus ik moet ook zorgen dat zeg maar daar een stukje correctie plaatsvindt. Zodat zeg maar de laser op de goede hoogte blijft staan en dus op de goede focus blijft. Ik weet niet of het mooi gaat worden. Ik weet niet of het gaat lukken. We gaan het zien. Ik denk het wel, want het kan. We gaan het proberen. Veel plezier alvast. Ik wil dus de tekst van het nummer Imagine van John Lennon op de mat laseren. Ik heb vastgesteld dat er 47 latten in de mat zitten met een hoogte van 1,5 centimeter, dus 15 millimeter. De breedte is te breed voor mijn laser, dus ik zal straks moeten zorgen dat deze teksten keurig in het midden gelezen worden. Dat gaan we straks zien. Maar hoe komen we nu aan die songtekst? Nou, je ziet het eigenlijk al voor je. Je kunt daarvoor gewoon naar Google en ik tik daar songtekst. Maar dan niet met een K, maar met een X, zodat het in het Engels is, van Imagine. En ik krijg vervolgens de songtekst van Imagine te zien hier op deze website. En die kan ik daaraf kopiëren naar, in dit geval, mijn kladblok. Ik zet onderaan in het kladblok, ik zal dit even groter maken, zo zet ik ook nog wie het geschreven heeft en wie het gezongen heeft. John Winston Lennon, dat is John Lennon dus. En wat ik vervolgens ga doen, want ik zei al, het zijn 47 latjes van 15 mm hoogte. Ik ga elke regel voorzien van een tekst. Dat moet ik natuurlijk oppassen, want ik wil niet die helemaal bovenaan beginnen. Dus de eerste twee regels krijgen van mij geen inhoud. De
volgende regel gaat imagine zijn. Dit is regel 4. En zo ga ik elke regel voorzien van zijn nummer, zodat ik weet op welke lat straks welke tekst moet komen te staan. Dus ook open regels, want dat zijn natuurlijk ook latjes. Zo moet je dat eigenlijk gaan zien. Nou, laat me dat heel even in orde maken. Ik zal dat op de camera doen, want zoveel is het nou ook weer niet. Zo. Moet je oppassen dat je niet de zaak verknalt. Straks ga je natuurlijk die cijfertjes niet meelezen. Dat mogen denk ik duidelijk zijn. Die gaan we niet meelezen. Dit is puur referentie van op welke lat komt welke informatie te staan. We gaan zien hoeveel we er dan van de 47 gebruikt hebben als ik twee lege latten bovenaan laat. En dan begin met de titel, zeg maar. Kijken hoeveel regels er overblijven, want dat is natuurlijk ook wel even, want het moet wel keurig uitverdeeld worden. En ik heb nog een dingetje wat er nog bij moet zometeen, maar dat kom ik zo op. Zo, 24 heb ik er inmiddels. We zitten aan de 27 regels en zo gaan we die hele tekst af. Nogmaals, we gaan dat natuurlijk niet lezen, die cijfertjes, dat is flauwekul. Het gaat meer om te weten van wat komt waar te staan in de songtekst. Ja, naderen het eind. Ja, je ziet dat we die 47, we hebben ze ook wel nodig. Kijk, als je natuurlijk een ander liedje kiest met minder regels, dan moet je kijken hoe je dat daarop aan gaat brengen natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. Zo, dan hebben we weer een open regel. Misschien zelfs wel een tweede open regel, zodat duidelijk is dat dit niet bij de tekst hoort. Dan krijgen we 45 een lege regel. 46 een lege regel en 47 wordt mijn logo. Oké, dus 2 boven, 2 onder. Je ziet, ik heb het hier ingedeeld. Zo komt het op die mat te staan, maar natuurlijk wel. Nu is die op links uitgelijnd. Hij gaat natuurlijk gecentreerd worden. Maar dat ga ik niet hier doen. Dat ga ik straks in Lightburn doen. Maar zo komen we aan de tekst en zo bouwen we dit op. Zo, dan zijn we nu in Lightburn aangekomen. Ik had dus de latjes in de badmat opgemeten. Meting die leverde dus 15 mm hoog per latje en 45 cm breed, oftewel 450 mm. Dus wat ik ga doen, want ik wil dat ze in het midden lezen, dus ik moet ook het midden kunnen bepalen. Ik ga een rechthoek maken. En dat doe ik eerst heel ruw, want dat is verder niet zo belangrijk op dit moment. Je ziet hij is zwart, dat is helemaal niet de bedoeling. We zetten hem op toolpad, want hij hoeft niet gelezen te worden. En dan hier bovenin kunnen we hier bij breedte en hoogte, kunnen we de breedte en de hoogte gaan ingeven. Nou, die breedte die is 450 mm. En heel belangrijk is dat ik hier het slotje even openmaak, want ik ga nu de 15 mm hoogte ingeven. Zo. Dus, en dat is dan het laatste. We gaan dit op het centrum zetten. En je kan dat op verschillende manieren doen. Ik doe het altijd hier met dat rechthoekje, met dat rode stipje. Dat is een van de dingen die je in het venster aan kunt zetten. En dat zal in dit geval... Kijk, is dat docking? Nee, docking niet. Maar goed, een van deze moet dat zijn. Ik ga dit op het centrum zetten. Zo, nu staat hij precies in het midden. Dus zoals die lat nu ligt, als ik nu die tekst hierin zet en ik ga die tekst ook in het midden lezen, dan is dus regel ook in het centrum van deze lat als het ware geplaatst. Moet ik alleen nog zorgen dat ik mijn laser goed positioneer. Dat is natuurlijk nog wel even een dingetje. Ik ga even een stukje inzoomen. Ik kan niet veel verder, want dan valt mijn rechthoek buiten het scherm. Wat
nu ga doen, ik ga de langste tekstregel pakken die ik heb. En die langste, dat is bijna onderaan. Even kijken. Dat is de regel, and the world will live as one. En die regel, die tekst, die ga ik plakken hier in dat vak. En er zal geen bal van kloppen op dit moment, schat ik zo. Bovendien, hij staat op rood. Dat wil zeggen dat hij nog steeds op die tool layer staat. Ik ga hem even op de zwarte regel zetten. Vullen, dat is natuurlijk in dit geval niet goed. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de maat. Dus als ik dit lettertype wat ga verkleinen. Ik zet hem even op een lettertype van 10 of zo. Nog niet goed. Oh, hij heeft het hulpmiddel nu gevuld, lijkt mij. Het is wel apart wat hier nu gebeurt. Ik denk dat ik... Ja, goede vraag. Ik wil namelijk... Het hulpmiddel is de T1-lijn. En de... letters, dat moet eigenlijk, ja, dat moet eigenlijk vullen zijn. Ik ga het even op lijn zetten voor de zekerheid. Nou zien we het namelijk. Op de een of andere reden is het een beetje raar gelopen. Ik heb geen idee wat hij nou doet trouwens. Dat is een hele aparte. Want mijn rechthoek, dat is de hulplijn. Het hulpmiddel, de rechthoek, die moet namelijk gewoon op rood blijven. Zo. Maar nou is die tekst die is weg. Dan ga ik de tekst selecteren en die moet op zwart. Ah, ik denk dat ik het verkeerd geselecteerd heb. En als ik hem nu op vul zet, dan zal die beter zijn, denk ik. Ja, oké. Ik denk gelijk ook, als ik ga kijken, dan vind ik dit eigenlijk ook gelijk een goede maat voor de tekst. Ik moet alleen even kijken of ik het niet bijvoorbeeld nog iets kleiner wil hebben. Ik ga even kijken wat het gaat worden als ik naar 7,5. Het is niet slecht. Je moet namelijk ook niet te groot willen. Ik denk eerder dat ik zeg maar richting de 8, 8,5 zal willen. Ja. Denk ik. Maar nou het lettertype, want het lettertype in dit geval is die Arial. Dat is het standaard lettertype. We gaan even kijken wat voor mogelijkheden ik nog meer heb. En het leuke is dat als je nu... die tekst hieronder geselecteerd houdt en je gaat hierboven, dan zie je die tekstlijn ook veranderen. Zie je dat? In elk geval is het duidelijk dat ik een wat dikkere tekst wil hebben. Dat kan je natuurlijk op allerlei manieren realiseren. Eerst maar eens kijken of ik een mooi teksttype tegenkom. Even kijken. Ik ben niet zo heel erg... kritisch daarop hoor, laat ik dat voorop stellen. Maar je kan dus doen wat je wilt. Ik vind dit eigenlijk wel mooi, Britannic Bold. Je had ook hier vet gebruikt of cursief kunnen gaan gebruiken, of hoofdletters, of wat dan ook. Ja? Ik doe het op deze manier. Wat van belang is, is dat die tekst in het centrum komt te staan. Dus ook die tekst, die selecteer ik, en daar doe ik datzelfde rode vierkantje voor drukken, zodat die gecentreerd wordt. Nu staat die centraal, nu kan ik voor elke regel deze tekst weghalen, andere tekst erin plakken, zeg maar. Dat is eigenlijk wat ik doe. Settings die ik er moet meegeven, daar ben ik nog niet uit, want dat moet ik gaan testen. En dat is eigenlijk de reden waarom ik het hele kleine logo, ik heb een heel klein eigen logootje, waarom ik dat helemaal rechtsonder op de, ik dacht dat het de allerlaatste regel was, of bijna de laatste regel rechtsonder wil lezen, want daarmee kan ik even vaststellen, welke settings moet ik gaan gebruiken? En mijn inschatting zal zijn dat net als met zacht hout redelijk snel zal zijn. En redelijk laag power niveau om te beginnen. Om dan te kijken van wat is dan beter. Zo gaan we de hele tekst maken. En dan gaan we uiteindelijk naar de laser. Om ervoor te zorgen dat ik de laser kon focussen, hij kwam namelijk ruim een centimeter te hoog uit, heb ik hier wat schroefjes tussenuit gehaald. En ik heb altijd schroefjes van AliExpress liggen in kleine maat. Ik ga daar nieuwe schroefjes plaatsen, zodat ik op de goede hoogte kan focussen. En dan als ik klaar ben, dan haal ik die schroefjes weer uit en plaats ik de originele schroefjes weer terug.
Zo, hier kan je zien dat die andere schroefjes ertussen zitten. Dat is één en de ander aan de andere kant. Nu heb ik hem kunnen focussen. En nu gaan we kijken dat we eerst maar eens dat logo rechtsonder op de onderste lat gaan laseren. Nou, toch weer change of plan. Want als ik zeg maar de laserkop verder naar beneden draai, dan gaat hij hier aanlopen tegen deze balk. En dan vindt hij dus zijn homing switch niet meer. Dus ik heb hem nu zo geplaatst dat hij net boven die balk zit, zodat hij zijn homing switch vindt. Maar dan zit hij dus een centimeter out of focus. Daarop zullen we dus moeten gaan kijken hoe we dat gaan doen als we gaan laseren. Maar daar gaan we voor testen. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Zo, test uitgevoerd. Ik denk dat hij iets donkerder mag, dus hij krijgt een 10% meer power. Maar verder ziet het hij goed uit. En wij kunnen nu gaan beginnen met de tekst in Lightburn regel voor regel op te gaan voeren en op de juiste regel te plaatsen. De instellingen die ik ga gebruiken zijn 3000 mm per minuut en 35% power. Moet erbij zeggen, dit is bamboe en dat wil nog wel eens een lastig materiaal zijn. We gaan dat simpelweg zien. Het is de test en de poging waard. Oké, daar gaan we. Nou, daar gaan we met de titel kijken hoe het eruit gaat komen. Nou, en dit looks nice. En zo gaan we de hele tekst doen. Ik ga onderweg en dan ga ik u straks laten zien onderweg al een keer waar we zitten en hoe het eruit komt te zien. En je ziet, de tekst verschijnt keurig op de mat. Alleen het is een hoop werk en elke regel moet apart goed worden ingesteld. En dat is wat ik aan het doen ben. Zo, het eindresultaat, althans nog voordat we hem met transparante lak gaan bespuiten. Hij is mooi geworden, zoals je ziet. Tenminste, ik vind het mooi. Ik wil er ook over zeggen dat deze tekst natuurlijk op een goed moment komt. Onze wereld staat in brand, zoals bijna altijd. Oorlog in de Oekraïne, Israël en de Palestijnen. Ik kies geen partij, geen zorg. Maar het is natuurlijk wel keihard en Jonathan, dingen zoals die met jou zijn gebeurd en met jouw zusje. Dit lied is een lied van hoop en ik hoop dat het dat ook is. Laatste actie die er gedaan moet worden is deze tekst met een transparante lak inspuiten. Om één hele simpele reden. Laser is branden en dat geeft dus roet in de snedes. En om dat af te dichten gaan we nu met transparante lak spuiten. En dan, dat ga ik je niet laten zien, maar dan kom ik zo terug bij je met het eindresultaat. En dan hebben we hier het definitieve eindresultaat. Ik ben nu wel binnen, niet meer in onze serre. Vandaar dat het licht iets geliger is. Maar hij is verschrikkelijk mooi geworden. Ik kan niet anders zeggen. Leuk idee. Vraag me niet waar je deze matten kunt krijgen. Ze komen uit Oostenrijk. Deze heb ik in Oostenrijk gekocht. Maar ik schat in, AliExpress of zo, zal ongetwijfeld een mat als deze hebben. Ik hoop dat je het leuk vond. Tot de volgende keer. Daag.